Voorzitter, de corona-aanpak van het kabinet heeft gefaald. Alle doelen die het kabinet zichzelf heeft gesteld, zijn niet gehaald. Het voorkomen van een tweede golf, we zitten er middenin. Zicht houden op het virus, we varen weer in de mist, want er is geen bron- en contactonderzoek. Het ontzien van de reguliere zorg, mensen krijgen weer telefoontjes dat de operatie wordt uitgesteld. Voorzitter, het beschermen van de kwetsbaren. In meer dan 300 verpleeghuizen zijn weer besmettingen geconstateerd. Het is mislukt en dat heeft ernstige gevolgen voor de gezondheid en de banen van vele duizenden Nederlanders. Natuurlijk, voorzitter, in heel Europa stijgt het aantal besmettingen. Het is waanzinnig moeilijk. Het is een crisis van ongekende proporties en er wordt verschrikkelijk hard gewerkt. En je doet dat als kabinet eigenlijk nooit goed. Maar nergens in Europa en vrijwel nergens in de wereld stijgt het aantal besmettingen zo hard als in Nederland. Hoe kan dat? Die vraag moeten we in dit debat beantwoorden. Hoe kan dat? Hoe kon dat gebeuren? Voorzitter, het kabinet wijst toch telkens op de eigen verantwoordelijkheid bij vragen over wat er beter kan. Het is niet dat ze verrast hoefden te zijn. Er werd gewaarschuwd. Sinds de zomer, toen de besmettingen stegen, werd er gewaarschuwd door experts in de Kamer. Talloze keren. Iedere keer werd er gezegd, eigen verantwoordelijkheid. Laten we naar de feiten kijken van de verantwoordelijkheid van het kabinet zelf. Het testen, het was niet op orde, het is niet op orde. Er werd verzuimd op te schalen. Feit. Het bron- en contactonderzoek. Mensen werden naar huis gestuurd in de zomer. Feit. Het quarantainebeleid. Er kwam geen verplichting. Er kwam gisteren pas een quarantainepakket en geen inkomenssteun voor mensen die in quarantaine moeten. Feit. Iedere keer werd er te laat en te licht ingegrepen. Feit. Met als dieptepunt dat 17 september, de datum waarop we zien dat door alle kritieke grenzen werd heengegaan, de reactie van het kabinet was het schrappen van het laatste rondje in de kroeg. Feit. De gevolgen zijn groot. En laat ik de olifant in de Kamer ook benoemen. Het gaat ook over leiderschap. Het gaat niet alleen over beleid. Het gaat ook over de toon, de houding, het gezag en de besluiten van de leiders van het kabinet. En we zien in deze crisis wereldwijd drie typen leiderschap. Ontkennen en negeren, met als desastreus toppunt president Trump. Varianten daarvan zijn hier ook zichtbaar, gelukkig niet van toepassing op ons kabinet. Twee, sterk, eerlijk, empathisch leiderschap. Voorbeeld Jacinda Ardern in Nieuw-Zeeland, waar ze geen lockdown nu hebben, maar waar ze die dancefase nu doen. Type 3, weifelend, nonchalant. Wat zijn de kenmerken van dat type? De verantwoordelijkheid telkens afschuiven. Een zwabberend beleid, bijvoorbeeld 4 standpunten in 4 dagen over mondkapjes. Het lijkt alsof men vooral wijst naar het gedrag van anderen, zonder in te zien dat dat gedrag van de samenleving ook een spiegel is van de houding van de leiders. Dit kan zo niet verder. Dit is doormodderen. En met het huidige pakket is mijn grote vrees, en als je de analyses van Van Dissel zag vanmiddag, dat we in een eindeloze lockdown zitten, of hij nou half is, intelligent, of hoe je het maar wil noemen, die tot na januari duurt. Maar voorzitter, wat moet er dan gebeuren? Een nieuwe start, een nieuw plan. Een keuze van dit kabinet voor een andere strategie. Laat los die strategie van het sturen op de zorgcapaciteit, want je bent iedere keer te laat. Het is nu 2 keer bewezen. En kies voor indammen, ga naar 0 besmettingen. Breng het testen en de bron- en contactonderzoek op orde. Introduceer sneltesten, zodat scholen en zorg verantwoord open kunnen blijven. Kom met aanvullende steun voor de cultuur, de sport, de horeca, de evenementenbedrijven. En laat ze zien hoe ze straks weer kunnen gaan functioneren. En schets met de nieuwe rapporten van de verschillende planbureaus in de hand ook hoe onze samenleving hier doorheen komt. Op een manier die meer is dan alleen maar doormodderen. Maar voorzitter, ik wil daaraan toevoegen. Het is essentieel dat we ons ook allemaal aan die regels houden. Die discussie die ik net voerde met de heer Wilders was er niet voor niets. Ik verwijt het kabinet gebrekkig leiderschap.
Ik verwijt het kabinet laat en licht ingrijpen, waardoor de schade groter is. Maar we zullen met z'n allen aan moeten bijdragen dat men nu wel slaagt met een nieuw plan, met nieuw perspectief en een beter zicht op de toekomst.